Ja, Felix, in een ander filmpje hebben we die, of heeft u die lamsbout geprepareerd. En je had ook gezegd dat je er een stap verder mee ging. Hè? Dus, dus dit zouden we een klein beetje kruiden nog opdoen. En dat zou dus kunnen gebarbecue worden. Maar inderdaad, we gaan een stapje verder. En we gaan een marinade, enfin, marinade en glaçage maken. En daarvoor begin ik met honing en mosterd. Ja. Dus ik gebruik 1 eetlepel lopende honing. Dat mag een goede lepel zijn. Gewone honing hoeft niets bijzonders te zijn. Niets bijzonders, gewone honing. Voilà. Een eetlepel mosterd. Ja. En raar maar waar, hè, de combinatie mosterd, honing op zichzelf al, is een schone glaçage. Ja. Doe dat op een varkenshaasje. Kijk, deze substantie op een varkenshaasje of bij een beetje charcuterie als dipsausje is dat al perfect. Maar ik zei het, we gaan een stapje verder. Ik heb verschillende kruiden. Dat zijn Provençaalse kruiden. Dit is een beetje kruidnagel, een kardemom, een beetje cayennepeper en rozemarijn en zo. En ik heb dat fijn gemalen in een koffie, ons moeder haar een koffiemolen. Dus dat is eigenlijk een heel handig toestel. Dus je hebt dat gemixt eigenlijk? Ja, als je geen koffiemolen in huis hebt, dan gaat je dat breken in een mortier of zoiets. Ja. Dus maar kijk, hier komt een klein beetje sojasaus bij. Ja. Ik ben ook een liefhebber van, hè, bij de barbecue. Ja, dat is een beetje zout. Hè. Ja. Dat vervangt het zoutgehalte een klein beetje. Onze bewuste kruiden komen erbij. Ja, ik ben heel benieuwd wat we hiermee gaan doen. Ja. Is dat voor straks een aperitief? Dat is wel, als het een beetje te koud wordt, gaan we dingen. Maar enfin, we gaan een klein beetje daar bij in de marinade doen. Cognac, niet te veel. Ja. Cognac erbij. Toch een flinke schutter. Ja, ja, we zijn grote jongens. Hè. Ja, tuurlijk. Kunnen er tegen. En dan voor een klein beetje extra karakter, een beetje cayennepeper. Niet te veel, want dat kan wel scherp. Maar zo juist genoeg, hè? Ja. Weet je wel? Een beetje pikant. Ja. Dit mengsel, daar gaan we over ons vlees doen. Okay. Ik doe het nu over lamsvlees, maar het kan dus ook perfect over, hoe moet ik zeggen? Alle gebraden? Ja, alle gebraad, zeker en vast varkensvlees ook. Ja. Varkenshaasjes, speenvarken, ja. Van die boutjes en zo, dat kan allemaal. Nu, bij lamsvlees willen we eigenlijk dat op het einde het vlees nog een beetje roze is. Roze is, hè? Ja, ja. En, dus dat wil zeggen dat we toch een beetje niet op moeten houden, ja. Dat we niet te lang... Zo is het. Ja. Nu, op deze moment kan je dat overdekken en dan gaat de koelkast in voor 24 uur. Voor die marinadesmaak. Voor de marinadesmaak goed laten doordrinken. Je kunt ook in een vacuümzak steken, vacuümeren, zodanig dat de smaken nog vaster in elkaar gaan. Dat natuurlijk, hè? Ja, maar, of in een gewone zak steken, dat kan ook. En dan kunnen we dus het gaan bakken. De kunst bestaat erin, en enfin, de kunst met zo'n apparaat zijn er geen kunsten, dat doet bijna alles zelf. Dat we aan de ene kant het vuur goed warm maken. Ja. We gaan het vlees daar zetten. We drijven de oven op tot een 200, 300 graden. Ja. U gaat zien, na een kwartiertje is dat vlees werkelijk dichtgeschroeid door de hevige warmte. En dan zoeken we een koudere zone op. En dan laten we het vlees, laten we zeggen, op een 70, 80, 90 graden daar ergens tussenin. Want ze zien hoe dat je cuisson wilt eigenlijk. Ja. Ik dat eet graag. Woord tegenwoordig. Ja, ik wil dat mooie rosé hebben natuurlijk. Van binnen moet dat warm zijn. Maar dat moet zo... En dan duurt dat een uur en een kwartier en zo. Ja. Gaan we dat zachtjes verder laten bakken. Dus eerst dichtgroeien. Ja. En dan naar een koudere zone. Deksel er terug op. En dat is echt barbecue. Hoe zou het met onze lamsbout zijn, chef? Eigenlijk vroeg ik het mij ook af. Ja, maar we gaan het zien, want ik ben er nog wel gerust in. Kijk, we zijn hier begonnen. Ja, daar hebben we een de warme zone. En dan ben ik verhuisd naar een koude zone. Ja. Hier is het een 120 graden ongeveer. Ja. En daar heeft hij ongeveer een 3 kwartier in gestaan. Ja. Ik heb het niet juist maar ik heb het gevoeld. Hè. Dus ik denk dat hij nu juist juteux gaat zijn. Weet je wat we gaan doen? We gaan nog een klein beetje glaçage erover doen. Ja. Zodanig dat we een mooi vernislaagje krijgen. Ja. Hè? Denk aan de canard laqué bij de Chinezen. Ja, ja, ja. Hè? Hè? Dus dan doe ik het terug nog even dicht. En binnen 5 minuten kunnen we daar eigenlijk van snijden. Ja. Ja, dat stoppen je. Kijk, en dan kan je dan even, want alle vlees moet een beetje rusten. Dus als het gebakken is, even tot zijn eigen laten komen. En dan is dit het resultaat. Hè? Kijk. Prachtig. We gaan er een mooi stukje van afsnijden. Oh ja, super hè. Kijk eens die cuisson. De cuisson. De cuisson, ja, dat is het nieuwe woord eigenlijk hè.